Welkom terug bij mijn videoserie Duitse literatuur in Nederland. U kent vast het gevoel dat u voor het eerst een boek leest voor een voor u nieuwe auteur en meteen denkt, dit zou wel eens een favoriet van mij kunnen worden. Dat gebeurde mij toen ik een aantal jaren geleden voor het eerst iets las van Christine Bilkau. Een Duitse auteur, zij woont in Hamburg, 1974 geboren, Duits en Amerikanistiek gestudeerd en in 2015 publiceerde zij haar eerste boek, Die Glücklichen. Een boek over de overspannen verwachtingen van haar generatie. Isabel en Georg is een gelukkig stel. Isabel is een succesvolle celliste en Georg werkt bij een krant als journalist. Alles koekenij. Maar dat blijft natuurlijk niet zo, anders zou je geen boek hebben. Nadat het eerste kind wordt geboren, ontwikkelt Isabel problemen met haar handen. Zij begint te trillen, althans haar hand begint te trillen als ze een solo moet spelen. En dat gaat ook niet weg. Dus haar carrière staat opeens op de schop. Iets soortgelijks gebeurt ook met haar echtgenoot Georg, want hij kreeg te horen dat zijn krant wellicht wordt verkocht en het is onzeker of hij daar kan blijven werken. En langzaam maar zeker is er een neerwaartse spiraal. Het boek is geschreven over deze tijd, dat is één ding wat ik heel mooi vond, maar het is ook heel goed geschreven en voor mij het belangrijkste is dat de personages in het boek echte mensen zijn. Geen clichés, geen stereotypen, maar echte mensen. Dus ik dacht, Christine Bilkau, die moet ik onthouden. Dat zou wel eens een favoriet kunnen worden. En ik had gelijk, mijn voorspelling was terecht. Want vorig jaar verscheen haar tweede boek, Eine Liebe in Gedanken. En toen ik het las, wist ik het, ik had gelijk. Het boek gaat over iets heel anders dan haar debuut en dat vind ik al een positief teken, want ik hou ervan als auteurs niet voorspelbaar zijn in hun werk. Dus Eine Liebe in Gedanken begint in 1964 met weer een stel, Antonia en Edgar, die voor elkaar gemaakt zijn. Schijnen te zijn. Maar Edgar beslist om naar Hongkong te gaan. Hij krijgt een aanbod voor een prachtige baan in Hongkong en hij belooft Antonia dat als hij een beetje gesetteld is en een huis heeft en allemaal, dat hij haar naar Hongkong zal halen. Maar dat wordt van weken naar maanden en een jaar gaat voorbij en Antonia wil niet langer wachten en zij verbreekt de verloving. 50 jaar later, Antonia's dochter, na de dood van haar moeder, begint te zoeken in de dagboeken van haar moeder, in de brieven van haar moeder, en probeert te begrijpen waarom Antonia voor haar hele leven lang die liefde voor Edgar heeft behouden en wat er nou eigenlijk mis is gegaan. En zij wil heel graag ook die man ontmoeten die zoveel heeft betekend in het leven van haar moeder. Maar waarom vertel ik u dat allemaal? Want u leest waarschijnlijk geen Duits, of althans geen Duitse boeken in het Duits. Nou, beide boeken zijn in het Nederlands verschenen. Die Glücklichen verscheen 2016, De Gelukkigen. En volgende week, op 19 februari, zal ook het tweede boek van Christine Bilkau in het Nederlands verschijnen, Een Liefde in Gedachten. Dus u kunt kiezen of u het in het Duits leest of in het Nederlands. En misschien bent u ook zoals ik, komt u heel graag op lezingen, dat u een auteur ook eens een keer live ziet. Dus als u in de buurt woont van Amsterdam, of in Amsterdam, dan kunt u Christine Bilkau ook ontmoeten. Want zij komt naar Amsterdam op 19 maart voor een lezing in het Goethe-instituut. Ik laat een link naar het Goethe-instituut achter daar beneden in de show notes, zoals dat heet. Dus ik hoop dat u Christine Bilkau ook wilt ontdekken en dat u haar werk net zo mooi vindt als ik.
Dat was het voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken en ik zie u terug over 2 maanden.